Ik ben Emiel Schippers. Ik werk als internist, infectioloog en acuut geneeskundige in het Haga ziekenhuis. Wat hebben we sinds maart geleerd over het coronavirus? We hebben veel geleerd van deze ziekte. We kunnen de patiënten beter herkennen. We kunnen de diagnose veel sneller stellen. En we kunnen de patiënten beter ondersteunen. Hoewel het vaccin nog op zich laat wachten, kunnen we met bestaande geneesmiddelen die we al hadden voordat de COVID-epidemie begon, door die toe te passen bij patiënten het ziektebeloop steeds beter beïnvloeden. Daardoor hopen we dat de opnameduur korter wordt, hopen we ook dat er minder patiënten naar de intensive care hoeven. En uiteindelijk hopen we natuurlijk ook dat er minder mensen aan deze ziekte zullen overlijden tijdens de tweede piek. Wat weten we inmiddels over het ziekteverloop van COVID-19? Veel meer dan 7 maanden geleden, want 7 maanden geleden kenden we het virus niet en wisten we nog helemaal niks. Wat we al vrij snel door hadden in het beloop van de ziekte, dat er verschillende fases in zitten. En elke fase van de ziekte vereist een specifieke behandeling. Wat ons verder opgevallen is dat veel patiënten tijdens het beloop van de ziekte trombose ontwikkelen in de longbloedvaten. Daar geven we nu iedereen medicijnen voor om dat te voorkomen. Dat is winst. En we denken dat dat er ook toe leidt dat mensen sneller kunnen herstellen. En misschien ook wel minder naar de IC hoeven. Wat zijn de gevolgen van COVID-19 voor de patiënt? Dat is een heel moeilijk te beantwoorden vraag. Heel veel patiënten met COVID hebben heel weinig klachten. Maar in het ziekenhuis is dat heel anders. Zowel jonge als oude mensen kunnen een ernstig beloop ontwikkelen en komen dan vervolgens in het ziekenhuis terecht met ernstige verschijnselen. En dan kunnen de gevolgen groot zijn. Mensen kunnen zo ziek worden dat ze op de intensive care moeten worden opgenomen. En de uitkomst is dan soms dat iemand aan de gevolgen van de ziekte overlijdt. Onder de 55 jaar is de kans dat je aan de ziekte overlijdt heel klein. Zelfs als je op de intensive care terechtkomt. Maar voor de hoogste leeftijdscategorie, denk daarbij aan de mensen boven de 90, kan, als je opgenomen wordt in het ziekenhuis en de intensive care, de sterfte zelfs oplopen tot boven de 50%. Hoe heeft de behandeling van COVID-19 zich ontwikkeld? Die ontwikkeling is heel snel gegaan. In het begin hadden we de indruk dat bestaande geneesmiddelen het beloop van de infectie gunstig zouden kunnen beïnvloeden. Maar door snel onderzoek is gebleken dat heel veel van die middelen eigenlijk niet werkzaam waren en die hebben we weer verlaten. Maar er bleven ook middelen over die wel degelijk het beloop van de infectie konden beïnvloeden. Wat we hopen is dat er nieuwe middelen de komende tijd nog worden toegevoegd. Er gaan allerlei onderzoeken gedaan worden, waarbij met name ontstekingsremmende geneesmiddelen worden toegepast, die de afweer van de patiënt remmen, waardoor de ontsteking in de longen afneemt en de patiënten beter kunnen blijven ademen. En we hopen dat die onderzoeken gunstig uitpakken en dat we patiënten daar in de toekomst adequaat mee kunnen behandelen. Welke nazorg heeft een COVID-19 patiënt nodig? Dat is heel wisselend. Er zijn patiënten die, ondanks het feit dat ze ziek zijn geweest en in het ziekenhuis hebben gelegen, heel snel herstellen. Die gaan vrijwel restloos, zonder enige klacht, weer naar huis. Maar er zijn ook mensen die langer klachten houden. Dat zijn soms mensen die al iets aan hun longen mankeerden. Dat zijn soms mensen die van tevoren al een slechte gezondheid hadden. Dat zijn mensen die soms langer nodig hebben om weer volledig te herstellen. Overigens gaan we ervan uit dat het overgrote gedeelte van de mensen uiteindelijk volledig van de infectie herstelt. Er is één belangrijke categorie patiënten waar wel een probleem ontstaat. En dat zijn mensen die langdurig op de intensive care aan de beademing hebben gelegen. Een deel van die patiënten ontwikkelt een reactie in de longen die leidt tot langdurige klachten. En die mensen die komen in aanmerking voor longrevalidatie. En dat wordt ze hier op de afdeling longziekte op de polykliniek ook aangeboden. Wat hoop je dat we over 6 maanden hebben bereikt in de strijd tegen het coronavirus? Ik hoop dat we over 6 maanden het vaccin binnen handbereik hebben. Ik denk namelijk dat we daarmee de epidemie definitief tot staan kunnen brengen. In de tussentijd hoop ik dat we de beschikking krijgen over nieuwe geneesmiddelen, waarmee we patiënten nog beter kunnen behandelen. En ik hoop dat we tot die tijd met z'n allen ons uiterste best gaan doen om zoveel mogelijk infecties te voorkomen. We weten hoe we het moeten doen en nu moeten we er met z'n allen ook echt gaan doen.